Een weekmeting betekent dat u zeven dagen achter elkaar uw bloeddruk meet. U start op de afgesproken dag. Twee keer per dag meet u de bloeddruk, zowel in de ochtend als in de avond tussen 6 en 9 uur. Voor een betrouwbare meting is het belangrijk dat u voor het eten of een uur na het eten gaat meten. Het is belangrijk dat u voor de meting rustig aan doet. Vermijd inspanning zoals sporten, werken of koud douchen. We adviseren rondom of voor de meting niet te roken of koffie te drinken. U meet uw bloeddruk altijd in een zittende houding. Het is belangrijk dat u tijdens de meting niet beweegt en praat. Ga rechtop zitten op een stoel. Zet uw benen naast elkaar op de grond. Ondersteun uw onderarm door deze op tafel of op de stoelleuning te leggen. Zorg dat uw arm op harthoogte is. Ontbloot uw bovenarm. Plaats de manchet 2 tot 3 cm boven uw elleboog om uw bovenarm. De slang die aan de manchet vastzit moet aan de binnenkant van uw arm zitten. Voer de bloeddrukmeting uit door op de startknop van de bloeddrukmeter te drukken. Herhaal de meting.